Goedenavond, ik ben Nettie Sommers. Ik ben in 2016 gestart met investeren in het bedrijf van Juninske String Technologie. En sinds juni 2020 ben ik samen met Earl de nieuwe communicatiegroep die jullie verder gaat informeren over de nieuwe ontwikkelingen. En nu zijn er deze keer, of elke week komen er op dit moment wel nieuwe ontwikkelingen. Maar we beginnen met de vervuiling van de aarde. De uitstoot wordt steeds erger. Vandaag horen we het weer op de radio. En daar moet iets aan gedaan worden. Want iedereen weet dat het zo niet langer door kan gaan met de vervuiling. En daar heeft Juninski iets op gevonden. De heer Anatoly Juninski was al 40 jaar bezig met een idee om het uit te werken. Dat het vervoer niet op de grond moest, op het eerste niveau, maar op het tweede niveau, in de lucht. En hier zie je een plaatje ervan, dat je op pilaren een verdieping hoger een rail kunt maken en daar overheen rijden wagons. En daardoor heb je veel minder materiaal nodig. De weg hoeft niet geëgaliseerd te worden en het is veel diervriendelijker. Ook mensvriendelijker natuurlijk. Wie is Anatoly Juninski? Hij is een wetenschapper, hij is een onderzoeker en hij is geboren in de omgeving van Tsjernobyl, waar destijds die ontploffing is geweest. En dan verschroeit heel de aarde en mensen kunnen er niet meer wonen. En hij is al die tijd bezig geweest om iets te bedenken wat daarvoor de oplossing zou kunnen zijn. En hier ziet u links het plaatje, dat is in zijn eerste testpark wat hij gebouwd heeft. En hier ben ik een paar jaar achter elkaar op bezoek geweest. Elk jaar zag je iets meer wat er gebouwd werd. En dit is een foto van het laatste jaar dat we daar geweest zijn, in 2019. En toen was voor de eerste keer daarboven de U-flash te zien. En die kan een hoge snelheid halen. En daar wordt nu vooral verder ontwikkeling over gedaan. Die moet nog gecertificeerd worden. Alle anderen zijn al goedgekeurd wereldwijd. Dit is Anatoly Juninski. Linksonder ziet u de eerste model wat hij getest heeft. Dat ging over rails met stalen wielen. In echt een heel vernuftig toen al. Maar toch voor nu te kijken een heel eenvoudige opstelling. Maar het lukte hem om met een vrachtauto naar boven te rijden. En vanuit daaruit is hij verder gegaan met de ontwikkeling van zijn idee. En dit zijn de ideeën die eruit gekomen zijn. Ze zijn bijna allemaal gecertificeerd op de container na. En de U-flash die de snelheid kan halen van 500 of meer kilometers per uur. Met een spitse punt voor en achter. Maar nou zeggen heel veel mensen, ja, maar dat bestaat al lang. In Duitsland zijn inderdaad de afgelopen jaren een aantal pogingen ondernomen om een weg ondersteboven aan te leggen. En ook in China hebben ze dat gedaan. Maar het enigste verschil is dat de wielen aan de bovenkant zitten, maar de vervuiling is er niet door afgenomen. En dat is wel de bedoeling. En ook in de skigebieden, daar hebben ze kabelbanen. Maar het woord zegt het al, die worden voortgetrokken aan een kabel, die hebben geen motor. Dus wel geen uitstoot, maar daar kun je geen lange afstanden mee afleggen. Dus dat is het ook niet wat je moet hebben. Als we dan een voorbeeld nemen hoe de gewone treinverbindingen gemaakt worden en hoe het systeem van Juninski stringtechnologie gemaakt wordt, is het een groot verschil. De bovenste twee zijn voor de normale treinverbindingen zoals wij die kennen. Dan wordt de grond geëgaliseerd van A naar B. Dus de rivier gaat weg en de berg gaat weg. En dan krijg je een hele mooi oppervlakte land waarop gebouwd kan worden, waarop vervoer opgezet kan worden. Juninski stringtechnologie die maakt die wegbedding niet. Die laat de berg de berg en de rivier de rivier. En dan gaan ze daar pilaren in zetten. En dicht bij elkaar is het even, kunt u zien hoe dat ze de string er doorheen hangen. Maar zoveel pilaren zijn niet nodig. Ze kunnen een langere afstand overbruggen. En die string, als men die recht trekt, dan kan men aan het eindeinde kan men de getwiste snaren die er tussenin zitten, kan men strak trekken, zoals bij een gitaar ook is. Kun je ook zo strak draaien. Dat gebeurt hier ook. En die uiteinden worden in de grond bevestigd of op een eindstation of een tussenstation. Daar kunnen ze ook telkens de dingen vastzetten.
Dan krijg je een hele mooie structuur en dat kan doorgebogen zijn als de treinen overheen gaan, maar men kan het ook stijf maken voor zwaarder vervoer. En dan doet men een strak ijzeren omhulsel omheen. En om dan niet het middelste plaatje één trein eroverheen te laten rijden die een zware belasting heeft op één punt, gaan ze de trein in stukjes verdelen. Krijg je losse compartimenten en die hebben een verdeling over de lengte en dan is het minder zwaar en kan het meer hebben. Als je dan hier kijkt, dan zie je links ook dat het een beveiliging heeft. De wielen gaan over de rail heen en de zijkanten in die oranje rondjes, daar zie je de beveiliging. Daar zorgt het voor dat de wielen op de rails blijven en dat ze niet kunnen ontsporen. Het blijft er dus mooi overheen rijden. En dan krijg je, zoals de onderste twee plaatjes laten zien, een staal-op-staal wrijving. En dat verbruikt veel minder energie. Het is heel sterk materiaal. Het duurt 100 jaar voordat ze het hoeven te vervangen. Dus dat is heel goed. Het wordt dus ook beschermd tegen zware weersomstandigheden. En als je rechtsboven kijkt, dan zie je een doorsnee van zo'n string. De snaren zitten in een vierkant ijzeren omhulsel en de snaren zijn dan weer vastgezet in een polymeeroplossing. En dat zorgt ervoor dat het niet kan gaan roesten. En dat is heel belangrijk, want dan heb je geen onderhoud nodig. En dan er boven overheen zit er nog een extra laag die bestand is tot wel 100 jaar zonder onderhoud te kunnen. Het spul is zo hard, dat verslijt niet. Dus dat is wel heel erg fijn. En ook het energieverbruik kan heel erg verminderd worden als we het vergelijken met een auto. Een auto krijgt aan de voorkant de wind er tegenaan, gaat er heel vloeiend overheen. Daar zijn de auto's allemaal voor getest in de windtunnel. Maar aan de onderkant stopt het een beetje bij de wielen. En de achterkant krijgt men een windcirculatie. Daardoor wordt de snelheid wat afgeremd. Als je dan kijkt bij de U-flash, het rechterplaatje, die heeft een punt voor en achter. En die is ook getest. En dan zie je dat de wind er vloeiend overheen gaat, maar ook achter weer vloeiend weggaan. En daardoor kan de snelheid veel hoger opgebouwd worden. Wat kunnen ze hiermee bereiken? Nou, natuurlijk een beter leefmilieu voor dieren, want die kunnen niet meer doodgereden worden. Het transport wordt ook versneld, zeker via pallets of de containers. De files zullen veel minder worden, want er hoeven geen vrachtauto's meer op de weg te zijn. En heel veel auto's komen niet op de weg, want mensen gaan reizen met deze manier van vervoer. En omdat alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie, is het natuurlijk ook nog veel milieuvriendelijker. En dan zie je rechts op het onderste plaatje, zelfs in de fabriek kan men gewoon de pallets in een wagon stoppen. En dan kan die wagon weg. En het belangrijke hieraan zie je, er kan geen chauffeur meer in. Dit kan allemaal automatisch via de blockchain kan elke wagon kan apart aangestuurd worden om naar de plaats van bestemming te gaan. Dus daarvoor hoeven er heel veel auto's niet meer op de weg te komen. Hiervoor hebben ze ook een eigen opleidingscentrum, want je begrijpt wel dat de opleiding hiervoor heel anders is dan wat we nu hebben. En er zijn al verschillende studenten inmiddels afgestudeerd op deze vorm van vervoer om dit te kunnen gaan bouwen. Dus dat is wel heel erg mooi. Hier zie je de verschillende spoorstructuren. En de bovenste is een doorhangende spoorstructuur, er zit geen stijf omhulsel omheen. De middelste en de onderste, dat is de enkele en de dubbele spoorstructuur. En zoals je ook al ziet bij de kleine plaatjes daar, dan zie je bij het middelste doorsnee van de rail, dat daar die echte harde ijzeren omhulsel nog helemaal extra omheen zit. Elk van die spoorstructuren heeft natuurlijk zijn eigen manier van voor verwerken, voor het reizen. En de bovenste, de doorhangende spoorstructuur, die is heel smal. Als je het ziet, dan zie je die bril die er op het plaatje ligt, die is breder als de spoorstructuur zelf. Maar hier kan wel een zware wagon aan hangen waar een aantal mensen in zitten. Dus het is echt wel sterker als we denken. En dat komt door die strings die in die polymeeroplossing zitten. Hier kunnen ze ook wolkenkrabbers en bruggen, maar ook rails, elektromotoren en wielmotoren, die worden daarvoor gebruikt om iets sterk te maken of om iets te laten geleiden. En dat is hier ook het geval. Maar alvorens dat je de markt betreedt, moet elk voertuig ook onderworpen zijn aan verschillende tests.
En hier heeft Anatoly Janinsky heeft rechts een aantal van die goedkeuringen in handen. En linksboven zie je dat zijn vrouw een certificaat uitgereikt heeft gekregen van een van de tests die weer gedaan zijn. Constant hebben ze verschillende testen nodig om alles te doen. Hier zie je een aantal certificaten, patenten en onderscheidingen. En dan heb ik er hier nog een aantal. En linksonder, dat is een hele mooie, want in 2019 werd YouSky met zijn technologie een van de experts in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Nou, dat is gewoon heel mooi als je ziet hoe weinig mensen daar dan maar toegelaten worden. En het rechterplaatje rechtsonder, daar heeft hij op 16 februari 2018, is hij daarvan lid geworden van een grote internationale organisatie. Dat was een groep van 1400 transportbedrijven en onderzoekorganisaties uit meer dan 96 landen. En Janinsky Stringtechnologie is een van de leden geworden van die internationale Association of Public Transport, de UITP. Hoe geweldig is dat? Als je ziet hoeveel transportbedrijven er over de hele wereld zijn, maar echt de beste, de innovatiefste, die komen hier voor een aanmerking om toegelaten te worden. En dat is al gebeurd op 16 februari 2018 in Brussel. Dus het is echt internationaal al helemaal erkend. Maar nou zijn er techneuten en die zeggen, hoe zit dat dan? Dat kan niet. Nou, er is een speciale site en dan kunnen ze alles gaan zoeken hoe het allemaal in elkaar zit en hoe het allemaal werkt. En dat is op de site van Janinsky.engineer. En daar kunnen ze alles uit gaan zoeken en kunnen ze zich helemaal uitleven. Die snappen er wat meer van. Ik snap dat niet, dus ik vond het fijn om deze website te hebben. rsw-systems.com, want daar staat alles gewoon netjes uitgeschreven. En dat is idealer als je niet van al de technische dingen op de hoogte bent, zoals ik. En dit zijn de modellen die daarvoor allemaal ontworpen zijn. Dit zijn computermodellen. U ziet er allemaal de nummers achter staan hoe ze heten. En inmiddels zijn de echte ook gemaakt. In 2015 waren de rechterplaatjes alleen nog plaatjes. Maar in 2019 heb ik deze foto's allemaal kunnen maken. En dan zie je dat het allemaal echte modellen zijn die in het park al te bezichtigen zijn en we hebben er ook aan mee mogen rijden. We mochten kiezen in welke dat we mee wilden rijden. Geweldige ervaring om dat mee te maken. Dan hebben we hier nog een paar. De bovenste is nog een unibus, dat is voor personenvervoer. En die gaat tot 150 km per uur snelheid. De andere die je daarnet zag ook. Dan de tweede, dat is de U-Flash. En die heeft een snelheid van meer dan 500 km per uur. En daaronder zie je twee modellen voor de industrie en waarvan de onderste een lopende band is. En hier zien we de containervervoer. In het midden zijn de plaatjes de lichtgroene, maar rechtsboven het blauwe, dat is weer een echt model die wij ook de laatste keer dat we in november in de Verenigde Arabische Emiraten waren, in gebruik hebben gezien. Daar zijn ze echt de hele dag mee aan het testen. We hebben ook zelfs in het testcentrum kunnen kijken om daar te zien hoe het allemaal gebeurt en hoe het gaat. Dat is geweldig mooi. En linksonder, dat is het model wat als eerste in gebruik genomen gaat worden over een tijdje in het park in Minsk. En dit is de lopende band, zoals ik daarnet zei, de transportband. Deze is het meest milieuvriendelijkst, want het heeft bijna geen impact op de natuur en het zorgt ervoor dat er met geen één enkele vrachtauto meer een verkeersongeval kan gebeuren. Het heeft daarnaast ook nog lage systeemkosten, vanaf 4 miljoen per kilometer om te bouwen, en zijn meerdere malen lager dan het traditionele vervoer wat we nu hebben per spoor, per trein of per vrachtauto. Ze hebben dus twee prioriteitsrichtingen. Eentje voor met personenvervoer voor 25 zitplaatsen. En dan verder de Unicont, dat is voor het containervervoer voor de industrie. Hier zie je nog een plaatje van een wagon. Want mensen zeggen van, goh, maar wat als je nou stilvalt halverwege, dan kan er niemand uit. Hoe moeten mensen er dan uit? En dat zie je hier in rechtsonder het plaatje, daar zie je een uitsteeksel, een soort trekhaak. Elke wagon heeft dat voor en achter. Het kan gewoon aangekoppeld worden en dan kan hij verder reizen naar de volgende halte om daar de mensen uit te laten stappen en eventueel gerepareerd te kunnen worden. Dit is het kantoorcomplex, linksboven. Rechtsboven is het nieuwe kantoor wat ze geopend hebben. En onderaan rechts zie je de allereerste fabriek die er was. En dit is het park wat ze in 2015 gekregen hebben. Het was een oud militair terrein
vervuild. En dat moest helemaal afgegraven worden, schoongemaakt en toen konden ze het opbouwen. En in 2019 zag het er zo uit, rechts. Zie je, dat is een heel groot verschil hoe het gemaakt is. Ook als je kijkt naar achter naar de vijver, die is op het linkerplaatje in 2015 nog een beetje grillig. En rechts hebben ze er een hele mooie ontwikkeling voor gedaan voor een visvijver te maken. Men komt daar ook, daar komt een park, men kan daar een huisje huren en dan kan men daar heerlijk vissen. Dus er zijn nog heel veel ontwikkelingen waar nog niet zoveel over gesproken wordt, maar wat we inmiddels wel al te horen krijgen. Dan gaan we naar de Verenigde Arabische Emiraten. En daar is een contract ondertekend met de leiders van Sharia. In april 2018 hebben ze dit voor de eerste keer gezien op een beurs. En ze waren heel snel, want in september 2018 hebben ze al een handtekening gezet dat er een stuk grond gegeven werd aan Uninski om daar te gaan bouwen, om daar ook een testpark te bouwen voor in warm klimaat. Want men had alles voor koud klimaat tot min 55 à 60 graden onder nul. Maar boven de graden Celsius had men nog niks. En dat kon men gaan testen in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze hebben daar een park gegeven en hier heb ik de foto's nog van dat ze naar het park toe gaan. Linksonder zie je, er staat helemaal niks. En ze hebben een stukje gemaakt en daar hebben ze een officiële opening gedaan dat ze toestemming kregen om dit stuk grond te gebruiken. En inmiddels zul je daar zien, is er al veel meer ontwikkeld daar. Dit was het eerste model, structuur van 400 meter die gebouwd is. Dan zie je achterin is de station nog niet klaar, het staat nog helemaal in de stijgers. Maar het was al zover dat men wel kon gaan testen. Dat heeft men dus ook gedaan. Vanaf het station tot de eerste pilaar is 100 meter. Tussen die pilaren is 200 meter. En dan heb je na de tweede pilaar gaat er weer naar het station. Dat is weer 100 meter. In totaal 400 meter. Waar men de hele dag door test van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Want men heeft heel veel data nodig om te kunnen laten zien hoe het systeem zich houdt in de kou van in de nacht en in de warmte overdag. En hoe het opbouwt van kou naar hitte en weer terug. En dat heeft men een heel jaar aan een stuk gedaan. En zodoende was er heel veel data, zodat de controlende instanties dit allemaal konden bekijken. Ook allemaal zelf met eigen ogen konden zien. Hebben ze ook allemaal gedaan. En daar hebben ze goedkeuringen voor gegeven. Dit is het station. Hier ben ik ook geweest. Samen met Earl en Ines en een paar anderen uit Nederland en België. En dat was echt een ervaring om te zien. Heel mooi om te zien wat ze in 2 jaar tijd gebouwd hebben. Tijdens de coronapandemie in feite. En hier zie je links al het houten huis, linksboven, het eerste plaatje, met de rotonde ervoor. Daar zijn we ook in geweest. En dat is het tweede plaatje in het midden boven. Heel mooi hoe dat daar de natuur aan het groeien is. En hoe dat je het voelt als je daar binnen loopt, dat het niet heet is. En dat is heel raar. Je voelt geen airco, maar het is gewoon open boven. En toch is het daar een aangename temperatuur. En dan kun je, denk ik, een beetje vergelijken met hoe wij het hier hebben in onze bossen. Als je de bossen ingaat op een warme dag, is daar ook een hele andere gevoelstemperatuur. En dat is daar ook heel mooi. Dan heb je rechts een plaatje, dat is nog een van de gebouwen voor de techniek. En onder de plaatjes zijn de aanbouw van het station en het technische gebouwen en het ecohuis. Als je op de grond staat, hoe het er nu uitziet. En hier zie je de containervervoer, wordt ook getest. En rechtsboven zie je de twee, de ronde bogen en de vierkante bogen. Dat zijn twee verschillende lijnen van 2,5 kilometer lang, waar men nu aan het bouwen is om de rails erin te bouwen. Het staat al helemaal in de stijgers, heb ik gezien. Dus wel heel erg mooi. En deze container wordt op dit moment nog op de 400 meter baan getest, maar die gaat straks in het klein, maar ook nog een grotere op de 2,5 kilometer lengtebaan. En dit zijn nog een aantal huisjes. En sinds 2014 ontwerpen gebouwd en certificeert Uninski String Technologie deze elektrische overheidstransportsystemen op basis van gepatenteerde technologie. Het is echt, overal is patent op. Hoe mooi is dat? En wij zijn allemaal een stukje mede-eigenaar hiervan. Hè? Ook van alle gebouwen die je hier ziet en de kantoorgebouwen en alles. Iedereen die hier het bedrijf ondersteund heeft met de geldbijdrage, is een stukje eigenaar van deze
dingen die je hier nu allemaal ziet, hoe mooi is dat. Op dit moment zijn ze bezig met de certificeringsfase naar serieproductie en verkoop op de internationale markt. Daardoor krijgen wij verschillende keren al berichten binnen van dit land is geweest en dit land wil dat en dat land wil dat. Maar dan zeggen ook heel veel mensen van ja, maar hij is al in de 70. Wat als hij er niet meer is? Wat dan? Nou, maak je niet druk. Hier links staat hij, Anatoly Juninski. En die wijst naar het bord dat je rechtsaf kunt naar het park. En achterin zie je het ecohuis staan. En net onder zijn hand zie je de aanbouw van een station. Wat is voor de 2,5 kilometer baan die gebouwd werd daar. En rechts staat zijn zoon. Dus goede opvolging. En dit is de certificering voor warm klimaat. En er is alles op gecontroleerd. De spoorconstructie, het elektrische vervoer, anker en tussensteunen, het reizigersstation, alles is gecertificeerd. En ze zijn geslaagd voor deze certificering. En daardoor wordt er voldaan aan de wereldwijde eisen van betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En dit zal het besluitvormingsproces voor toekomstige klanten over de hele wereld vereenvoudigen. Dat wil dus zeggen dat geen één enkel land nog zelf een controle uit hoeft te voeren. Het is wereldwijd goedgekeurd door de allerhoogste instanties. Hoe mooi is dat? En nu kunnen ze de wereldmarkt betreden. En nu zijn er inmiddels ook gesprekken met autoriteiten in Abu Dhabi, Dubai en Sharjah, maar ook in de buurlanden zoals Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. Dus dit gaat echt groot worden. En als we dan gaan kijken in Dubai, dan zien we hier dat Juninski heeft gezegd, ze kunnen in Dubai kunnen ze een transportlijn bouwen, maar ze moeten meedoen met een aanbesteding. Zoals in elk land wereldwijd moet gebeuren, moet elk bedrijf moet daar de kans voor krijgen om een aanbestedingsofferte in te dienen. En Juninski heeft gezegd, we doen mee en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien, biedt U-Sky de beste oplossing voor Dubai, maar het is natuurlijk aan de heersers van Dubai voor hen om te beslissen wie deze lijn mag gaan bouwen. Dus het is nog niet naar buiten wie de toestemming heeft gekregen, maar als we kijken wat de anderen hebben, Earl kan het volgende week beter vertellen met alle namen en zo bij van de bedrijven die erin meedoen. De bedrijven uit China, VS en Israël en Frankrijk, die hebben allemaal minder. Die hebben totaal geen testpark en alles nog maar op de computer staan. Dus wij gaan hier denk ik hoge ogen gooien. En Sharjah kijkt ook meteen de voorgestelde lijn die Juninski extra heeft gegeven om de stad te verbinden van links van Dubai naar rechts de oostkust van Kokofan. En de sultan en Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, hij is lid van de Hoge Raad en heerser van Sharjah, die heeft al heel veel interesse getoond in dit project. Daar staat natuurlijk ook het park waar ze nu aan het bouwen zijn. En Juninski Stringtechnologie heeft meerdere opties ingediend voor in Kokofar om dat te ontwikkelen. En waardoor ook de Skytrack voor vrachtvervoer naar de haven en ook het stedelijk netwerk in de stad. Dus niet alleen het vervoer van Dubai, waar die pijl staat, naar de havenstad Kokofar, maar ook in de stad om daar een mooi netwerk te kunnen aanleggen. Dit is in de Verenigde Arabische Emiraten wat ze willen. Van Dubai station, vliegveld moet ik zeggen, internationaal airport naar onderin Al Maktoum internationaal airport en van allebei de vliegvelden naar de haven van Jebel al-Port. En vanuit de onderste vliegveld is het de lengte van 18,5 kilometer. En daar moeten ze in een snelheid van gemiddeld 77,5 kilometer per uur rijden kunnen komen over in minuten van 14,3 minuten. Dus dat is wel heel mooi. En als je dan ziet dat hier al gesprekken gevoerd worden, en dat is buiten wat ik daarnet zei, van de ene kust naar de andere, dan weet je dat er heel veel in bespreking is waar we straks in de toekomst iets van gaan horen. Hier zie je de heer Oleg Saretsky. Die is in Sharjah als tussenpersoon voor Juninski Stringtechnologie om de uitleg te geven en dingen te bespreken. En die staat hier bij een richtingbord waar de stations zijn, waar de stopplaatsen zijn, om hier te reizen en te stoppen. Zover zijn ze dus.
De voordelen: de bedrijfskosten bedragen minder dan de helft van het conventioneel spoorvervoer en belangrijke logistieke problemen die worden opgelost. Laad- en lostijden zijn ook aanzienlijk verkort en er is minimale grondverwerving nodig, want kijk eens rechts op dat plaatje, het kan gewoon tussen twee snelwegen in. Dat kan men boven in het vervoer doen langs de snelweg. Dan is er geen extra grondaankoop nodig en alle vergunningen die daarvoor nodig zijn, men kan meteen gaan bouwen. En er zijn ook geen dure terminals nodig, want een opslagplaats is zo gemaakt. En als je dan ziet, dan is ook wat in het middelste plaatje wat je ziet niet meer nodig. Daar mensen moeten dringen om nog in een wagon te kunnen komen. En links zie je dat het vervoer met een container op per kilometer en per ton dat vervoerd kan worden op 1 dollarcent komt. Hoe goedkoop is dat? Elke ton kost 1 dollarcent om te vervoeren. Laat de concurrentie dat maar eens eventjes ook zien. Yuzka Transport wordt ook nog onderscheiden door zijn hoge efficiëntie, maar ook de lage schadelijke gevolgen voor het milieu. Er gebeurt niet zoals je in het begin toen ik begon. Die foto's kunnen we op deze, met dit manier van vervoer, zullen we dat niet gaan zien. En het heeft een hoge mate van veiligheid in het personenvervoer en het vrachtvervoer. Het is bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen. En betrouwbaar in alle extreme luchttemperaturen. Het is bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En wat de milieuvriendelijkheid betreft, de verhoogde route is goed voor de biodiversiteit in natuurgebieden. En het vernietigt geen vruchtbare grond. En zoals je ziet, de trekroutes van dieren worden niet geblokkeerd. De dieren kunnen hier nog gewoon vrij rondlopen. Hier rijdt geen één vrachtauto of andere auto of zo om hun veiligheid in gevaar te brengen. Maar niet alleen de grote dieren, ook de kleinere dieren, die hebben hier alle vrijheid om in leven te kunnen blijven als ze deze weg oversteken. Als we dan kijken naar de belangrijkste hoge snelheidstransportsystemen en hun kosten. In Europa bedragen de gemiddelde kosten voor de aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer gemiddeld 30 miljoen per kilometer. En het jaarlijks onderhoud kost 100 miljoen per kilometer. Kijk even goed, per kilometer 30 miljoen. En dan elk jaar nog eens $100.000 erbij voor het onderhoud. Dat is gewoon heel erg veel. Als je dan kijkt naar de Hyperloop, die wordt nu geschat op zeker 50 miljoen per kilometer. En die is nog in de conceptfase, dus dat zal wel duurder worden. En het onderhoud zal ook meer gaan worden daar. En de metro, die kan zelfs oplopen tot 150 miljoen per kilometer. En als je dan kijkt naar hetzelfde deel, maar dan met het innovatieve transport en de infrastructuurcomplex van Janinski Stringtechnologie, dan zal dat gemiddeld ongeveer 10 miljoen zijn, want ze kunnen bouwen tussen de 1 en 10 miljoen per kilometer. En weinig onderhoudskosten per kilometer $100.000, dan is dat een groot verschil met de dingen die ik hierboven over de Hyperloop heb gezegd en de metro. Janinski Stringtechnologie zal de hele industrie fundamenteel gaan veranderen. Er zijn ook samenwerkingen met heel veel goede, hoogwaardige bedrijven. En het belangrijkste vind ik hier toch altijd het bedrijf Bekaert uit België. Wij als Nederlanders kennen het niet zo goed, maar als ik in België ben en ik vertel het daar, iedereen weet wat dat voor een bedrijf is en die vinden het zo geweldig, want die weten dat ze een heel goed bedrijf zijn wat kwalitatief super goed materiaal levert. En ze hebben een contract met Janinski Stringtechnologie gesloten om de bekabeling te leveren in alle centra of op alle bouwplaatsen waar gebouwd gaat worden. En dit is onze contactpersoon Vladi. Hij is de echtgenoot van de leider van het bestuur van Skyward Community. En hij staat hier in het park in Minsk. Dat zie je aan het gras hier op de grond en de kiezelsteentjes. In Sharjah, het park waar het ook ligt, daar zie je zand. Dus dit is echt in Minsk. En daar zie je bovenin al de het gebouw bij de bomen, zie je de eerste pilaar die gebouwd wordt om naar de visvijver te gaan, want de eerste wagon die ik net zei, die in gebruik genomen gaat worden, gaat over een traject van ongeveer 1125 meter, die gaat naar de visvijver. En dat is het eerste traject wat commercieel straks bekendgemaakt gaat worden. Dit staat erop, Janinski Stringtechnologie, bovenin. En links zie je Bekaert staan. Echt, deze formulieren zitten op elke rol die je daar ziet liggen op het park in Minsk.
En al die rollen zijn allemaal dus door Bekaert geleverd. Hoe mooi is dat? Wat is er allemaal gerealiseerd? Elk jaar is het U-Sky-project wordt het eigenlijk sneller ontwikkeld en komt er weer meer voor de dag. Ook al zeggen heel veel mensen van, ja, maar dat kan niet. Moet eens kijken hoe lang dat al stil ligt. Het duurt zo lang, er gebeurt helemaal niks. Nou, dan zie je het hier. In 2015 hebben ze het stuk grond gekregen. In 2016 was het eerste model klaar. En dit model is ook weer afgeleid van het logo, wat Juninski String Technologie heeft, voor U-Sky. Daar de U van de naam van Juninski is een beetje achteroverhangend, hetzelfde als dit allereerste model. Eigenlijk een verwijzing naar dit model, zeg maar. In 2017 zijn drie modellen ontwikkeld, de Unitruck, de Unibus en de Unicar. In 2018 zijn de handtekeningen gezet in de Verenigde Arabische Emiraten voor het warme klimaat. En in 2019 is daar al het eerste traject op de 400 meter baan gedaan. En in 2020 is de Uniflash, ja, eind 2019, begin 2020, is de Uniflash aan ons getoond. En in 2021 hebben ze de Unicont ontwikkeld. Dus tijdens de pandemie hebben ze niet stilgezeten. De mensen die daar aan het werken waren, hebben heel hard gewerkt om voor ons te zorgen dat ze ook tijdens die pandemie, dat er toch nog gewerkt werd en er iets goeds voor ons gemaakt werd. En dit alles is allemaal, hier zijn wij allemaal een klein stukje mede-eigenaar van. Maar er is ook heel veel media-aandacht. Als je hier kijkt, die verslaggever, de hier rechtsboven, die heeft het gehoord en die dacht van, nou, ik ga dat toch eens even vragen. Wat is er precies aan de hand en wat is dat? Want ik geloof er niks van. Die heeft gevraagd, die mocht komen, die mocht daar komen. Die heeft een filmpje online gezet dat hij daar is geweest. En andere mediabedrijven hebben het allemaal overgenomen. Je ziet, al die mediabedrijven hebben ongeveer hetzelfde in hun bekendmaking in hun sites. En rechtsonder zie je een belangrijk tijdschrift. En dat is de Construction Week. Dat is een belangrijk tijdschrift in, de groep van vervoerbedrijven. En die heeft er ook een artikel aan gewijd. En niet één pagina, maar kijk eens hoeveel pagina's dat die er zich aan gewijd heeft. Die is ook echt geweest. Die is daar komen luisteren en komen kijken. En hieronder links onder zie je de selectie. En daar zie je de aanbouw van een station. En de mediabron World Construction Today heeft inmiddels ook er aandacht aan besteed. En die zegt dus, het passagierssegment wordt op een mooie manier geïmplementeerd. Het lijkt erop dat het transport van en het infrastructuurcomplex van Juninski String Technology meer levensvatbare oplossingen kunnen zijn dan misschien het overschatte project van de Vierzing Hyperloop. En dat is wel heel erg belangrijk, want ik heb nog wat meer ervan. Oh, dat komt straks zo meteen. De koning van Lesotho die is ook geweest. Dat is allemaal tijdens de World Expo. En toen wij daar waren, hebben wij deze koning en koningin met nog iemand van, van zijn regering, die zagen wij er komen. Wij moesten wachten, want er mochten mensen voor. En wij moesten wachten om verder te reizen, want wij stonden ook te wachten om met de wagon van A naar B te gaan over de 400 meter baan. En zij mochten voor. Waren wij toen niet zo blij mee dat we zeiden van, jee, dat is toch niet normaal, die kruipen voor, die moeten achteraan kruipen. Maar die mochten voor en dat vonden wij heel raar. Maar een week of 5, 6 later toen we thuis waren, toen belt Earl mij en die zegt, Nettie, heb je het al gezien? Nee, wat? En toen stuurde hij me dit. Hij zei, ken je die mensen die er staan? Ja, toen zag ik het wel in de jurken van die dames vooral ook. Deze mensen hadden wij daar gezien. Die waren bij ons voorgekropen. Dus toen was de koning en koningin van Lesotho, die waren daar geweest om ook te kijken. En inmiddels weten we meer, want zij willen dus iets laten ontwikkelen. Lesotho ligt in Zuid-Afrika, midden in Zuid-Afrika. En ze hebben geen toegang tot een haven, want ze liggen midden in een land. En nou willen ze dat opgelost hebben, want ze hebben flinke problemen met de landbouwsector, want die moeten door de bergen heen om al hun spullen naar de haven te brengen. En dat is heel erg kostbaar, maar ook heel erg gevaarlijk voor de mensen. En nu zijn ze bezig om, als overheid ondersteunen ze het, om een traject te maken van Lesotho naar de haven van Durban. En dan willen ze dus de overheid, maar ook investeringsmaatschappijen en banken en zo, die mogen dadelijk,
een investering gaan doen om het project van Leseto naar Durham te ondersteunen. En als dat gebouwd wordt, ze hebben dat betaald en het is gebouwd, dan gaan wij daar onze winsten op krijgen. Hoe mooi is dat? Dit is een heel serieus project al. Maar verder zijn er nog meer landen waarmee gesproken wordt. En dat is ook onder andere Vietnam, Indonesië, India, Frankrijk, Zweden, Mexico, Ecuador, Colombia, Brazilië, Lesotho, Rwanda, maar ook naast deze landen andere Aziatische, Europese en Amerikaanse overheden voor de implementatie van deze stringtechnologie van Janinski. Hoe mooi is dat? Hier zien we een delegatie uit Zwitserland die is geweest. Een delegatie uit Brazilië. Dit is niet de eerste, dit is al de vierde delegatie, want dit zijn inmiddels burgemeesters uit de verschillende landen, want Brazilië heeft in het midden een mijnbouwgebieden en die willen allemaal hun spullen naar de kust brengen. En hier zijn dus burgemeesters van steden die naar het noorden, naar boven gaan in Brazilië, maar ook die naar rechts gaan naar de havensteden. En die willen hier daarom eerst zien wat het allemaal is en wat het inhoudt. En ze mogen allemaal een ritje meemaken, zodat ze ook een beetje gevoeld hebben hoe goed het is. En rechtsboven het plaatje is dat ze daar in het park, in het testcentrum staan, waar alles onder controle gehouden wordt. En hier zie je de koning en koningin nog met verder uitleg. En rechts staan ze in het ecohuis en daar staat die mini-opstelling van 11 meter lang, waar ze ook echt kunnen zien dat de wagons er overheen rijden en er onderdoor en ertussenin en hangen erboven, overal. Maar ook iemand uit Kirji is geweest. En daar kregen we in een bericht van dat ze ook met iemand gesproken hebben die op het grondgebied van Kirji willen gaan bouwen. En dit is Sharapat Matsietova en zij vervangt het Kirgizische parlement. Die zijn al geweest en inmiddels is deze dame geweest, die moet gaan kijken. En wie is zij? Zij beheert twee transportbedrijven. En ze is de algemene directeur van het bedrijf, moderne bedrijf, een bedrijf in Kirgizië. Wat wil je nog meer? Als deze mensen komen kijken, als een regering het niks vindt, sturen ze geen mensen die transportbedrijven beheren en bouwbedrijven beheren. Dat heeft een reden. En ook Mikael Kazing is er geweest. Dat is een heel belangrijke man. Hij is een gerenommeerd econoom en politicoloog. Hij is academicus van het Internationale Academie of Management. Hij is een gepensioneerd staatsadviseur, tv- en radiopresentator en een voormalig plaatsvervangend hoofd van een economische afdeling. Een heel belangrijk iemand. En hij doet voorspellingen inmiddels over wereldeconomie en geopolitieke ontwikkelingen. En hij is geweest en heeft de controle gecontroleerd over hoe de veiligheid is en hoe het besturingssysteem is. Hij is in de besturingsruimte geweest, maar hij is ook in het Hij is overal geweest om te kijken. Hij is hier in het paviljoen geweest, waar hij de High Speed Unibus heeft gezien van New Sky. En wat zegt hij? New Sky is in vergelijking met een vliegtuig 3,3 keer kostefficiënter. Hij is met de hoge snelheidstrein 2,5 tot 3,1 keer goedkoper. En met de magneettrein 9,6 keer kostefficiënter. En met de auto is het energieverbruik 31 keer lager. Dus als je in plaats van met de auto straks gaat rijden in een wagonstap van Janinski stringtechnologie, dan ben je heel erg milieubewust bezig. Maar hij was vooral blij met de veelzijdigheid van dit transportsysteem. Het is toepasbaar in verschillende klimatologische omstandigheden. Zoals ik daarnet zei, in koude streken zoals in Rusland bij min 40 tot min 60. En in de woestijn in de Verenigde Arabische Emiraten van plus 40 tot plus 60 graden. Dan moet een materiaal wel heel erg goed zijn, wil het kou en hitte zo en met verschillende snelle veranderende temperatuurverschillen zoals in de Emiraten, moet dat wel heel goed spul zijn. Maar inmiddels weten we ook dat Vladimir Maslov en František Solár naar Vietnam zijn geweest. In het midden, de middelste twee plaatjes, zie je wat ze daar besproken hebben. Die wilden een traject daar en de stations die in elk land gebouwd gaan worden, worden ook aangepast aan het land. En dat zie je in het derde plaatje, daar staat een station in het midden dat een Aziatische uitstraling heeft. In andere landen zal de uitstraling weer anders zijn. Hier staat dus ook dat ze belangrijke
organisatorische en juridische kwesties met betrekking tot de toekomstige werkzaamheden besproken hebben. En rechts zie je, wat staat daar op die foto? Viet Transnet. Dat wil zeggen dat er ook al dingen opgericht zijn om daar verdere werkzaamheden te gaan doen. En ze gaan, als ze daar zijn geweest, het is geloof ik de derde keer nu dat ze zijn geweest, dan gaan ze altijd naar Anatoly Janinsky toe en naar zijn vrouw, Nadezhda Korossareva. En om natuurlijk uitleg te geven wat daar besproken is. Anatoly Janinsky kan niet overal naartoe. En zij houden ook rekening met alle andere regio's, zoals in Rusland, Scandinavië en Baltische landen. Dan reizen ze overal naartoe om ook in die regio's de gesprekken te gaan voeren. Want het is voor Anatoly Janinsky allemaal niet meer bij te houden. Dus er zijn een heel aantal mensen die nu de gesprekken overal gaan voeren, voordat het echt bij contact hebben met Anatoly Janinsky. Maar wat we gisteren weer gehoord hebben, weer het nieuwste wat bekendgemaakt is geworden, dat er een delegatie van de Vrouwse Sena-technologie bezoek heeft gebracht aan het U-Sky transport in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze hebben daar rondleiding gekregen door het testcentrum en ze werden vertegenwoordigd door de senior executives van de groep uit verschillende wereldwijde locaties. De Vrouwse Sena-technologie is een toonaangevend bedrijf in de spoorwegsector met projecten in meer dan 140 landen en op alle continenten. Vrouwse heeft nieuwe en innovatieve wegen gesmeed in de wereldwijde spoorwegindustrie. Nou, als die hier ook gaan kijken, dan is Janinsky Stringtechnologie al heel ver met de ontwikkeling. Je ziet rechtsonder ook het plaatje dat ze ook in het Ecohuis zijn wezen kijken, weer naar het 11 meter lange mini-afbeeldingen. Dat je het echt ook in mini ziet wat getest kan worden. Waarom zullen we nog meer gaan investeren? En waarom investeren mensen in U-Sky? Maar waarom zullen wij... willen wij graag dat je nog meer gaat investeren. Waarom? Het is goed voor het milieu. Het stoot geen schadelijke stoffen uit in de atmosfeer. Ze hebben heel weinig grond nodig. Nog maar 100 vierkante meter voor een kilometer aanleggen. Dat is de oppervlakte van een bospaadje. En dus een aanleg van snaarbanen, dat doet het natuurlijke landschap niet veranderen. De bossen kunnen blijven bestaan, er hoeft geen boom omgezaagd te worden. Natuurlijk zijn de meest veelbelovende gebieden van ons in het Midden-Oosten. En in plaatsen waar sprake is van natuurlijke bevolkingsgroei, zoals bijvoorbeeld India en Pakistan. Maar er zijn nu zelfs al vragen van de Verenigde Staten en uit Canada. Het zijn toch grote landen waar de ruimte nog genoeg is, maar ook daar zijn al meerdere vragen gekomen voor uitleg. Hier hebben we een paar plaatjes van ons bezoek afgelopen najaar in de Verenigde Arabische Emiraten. En dan zien we dat we met de bus naar het park gaan en rechtsonder lopen we alweer het demonstratiepaviljoen uit waar we het gezien hebben. En dan gaan we links weer naar het Ecohuis. Dan kregen we ook nog wat uitleg. Hier zitten we in het paviljoen in de wagons. Staan we op de foto met een paar bestuursleden. En we hebben allemaal ook in de wagon mogen zitten en meereizen. Dit is de maquette waar wij zijn, waar we hebben gezien. En hier zie je ons rechts boven en onder nog in het station. Dit is buiten, dat is allemaal aangelegd en hier staat ons groepje, we hebben een gezamenlijke foto laten maken van ons. Maar de financiële gevolgen, want mensen vragen nu, ja dit kun je allemaal wel heel mooi uitleggen, maar wat gebeurt er nu met die oorlog die er aan de hand is? Nou, dat heb ik natuurlijk gaan vragen. En zij zeggen dat het crowdfunding platform normaal blijft werken en dat het een stabiele financiering kan bieden voor het stringtransport. En waarom? Omdat de Skyworld Community is een groep van bedrijven geregistreerd in Cyprus, Vanuatu en de Cayman-eilanden. En hier rechts zie je dus de verschillende plaatsen waar ze zitten. En daarom hebben financiële en andere beperkingen op Rusland en Belarus geen invloed op het Skyworld Community of de Janinsky Stringtechnologie onderdelen. Skyworld Community diversiteert alle financiële werk voor Janinsky Stringtechnologie. En met name in ons persoonlijke account zijn er verschillende betaalmogelijkheden, ook in geval van onvoorziene situaties. We werken onder andere met cryptocurrency en daarmee kun je over de hele wereld vrijelijk geld overmaken en ontvangen. En dan gaan we in het eind van het jaar waarschijnlijk nog nieuwe dingen over horen, zoals ik begrepen heb. En hier zie je nog een kaart van de wereld. En daar zie je hoe de mensen, of de verschillende plaatsen over de wereld, de
ons financiële stelsel is. Hier bij Amerika, hier in de buurt van Europa en de Verenigde Arabische Emiraten en bij Vanuta. Maar nou vragen mensen ook, gaan de bouwontwikkelingen wel door? Nou, dat gaat gewoon volgens plan, kan dat voortgezet worden. Want Nadezhda Kosareva, de vrouw van Anatoly Janinsky, die heeft ons persoonlijk hierover geïnformeerd toen wij daar vragen over gesteld hebben. Zij zegt, het bedrijf en het project blijft zich ontwikkelen. We hebben alle nodige materialen aangekocht. En dat is voldoende voor het hele jaar te bouwen in Wit-Rusland. En eventuele onderbrekingen in leveringen zullen ons niet hinderen. Op hun beurt zijn er ook geen problemen met de bevoorrading in de Verenigde Arabische Emiraten. Want alle afspraken met onze partners kunnen gewoon van kracht blijven. En in de Minsk, daar ligt gewoon alles al voor het hele jaar op voorraad. Hier gaan we binnenkort meer over horen. De clusters, de lineaire cities. En in het midden zie je een pilaar in een vierkante blokje rechts. Zie je in het midden een hoogbouw met daaromheen ecohuizen gebouwd. En daar gaan we straks iets meer van horen. Nu niet, maar over een paar weken denk ik. Dan is er nog een mediabron van World Construction Today. En die publiceren een artikel over Janinsky stringtechnologie. Ze schreef het ingenieursbureau. Janinsky stringtechnologie gaat het passagierssegment in de praktijk wel brengen. Terwijl Virsing Hyperloop het idee van het passagiersvervoer verlaat. Dat ze dat schrijven, hè? Ze schrijven, vacuüm reizigerstreinen die versnellen boven de 1000 km/u van Virsing Hyperloop verzekeren destijds dat het deze lijn in de praktijk zal brengen. Niet zo lang geleden maakte Virsing Hyperloop echter officieel bekend dat het idee van personenvervoer heeft losgelaten. Financial Times meldde dat Virsing Hyperloop volledig overgestapt was op transport. En verder een heel verhaal nog erachteraan. De auteur van Janinsky Stringtechnologie wijst erop dat zelfs in moeilijke tijden, als gevolg van de pandemie, Janinsky Stringtechnologie zijn plannen niet heeft opgegeven. Die is er ook mee bezig om te ontwikkelen. COVID-19 is geen belemmering geworden voor Janinsky Stringtechnologie. Het blad World Construction Today schrijft dat het begrijpt dat deze pandemie ook de activiteiten van het bedrijf ernstig moeten hebben bemoeilijkt. In moeilijke omstandigheden die door de pandemie werden veroorzaakt, gaf Janinsky Stringtechnologie zijn plannen niet op. Dus mensen zeggen wel, er gebeurt niks. Men kon niet veel naar buiten brengen omdat er niet gebouwd kon worden, maar men kon wel op de computer van alles bouwen. De plannen gingen door en zelfs meer. En ze schrijven, wat biedt Janinsky Stringtechnologie op het gebied van personenvervoer? Het bedrijf ontwikkelt, produceert en test viaduct, transport en infrastructuurcomplexen. Gecontroleerde kunstmatige intelligentie. Nou, weer een heel verhaal erachteraan. Virsing Hyperloop heeft aangekondigd destijds dat het passagierscapsules ging bouwen, die in zeer lage drukbuizen konden reizen met snelheden van meer dan 1000 km/u. De media is al enkele jaren zeer enthousiast over het idee en bespraken ze de mogelijke timing en de kosten van de implementatie ervan. Er waren echter ook mensen die twijfelden aan de duurzaamheid van dit project. En daar weten wij alles van. Als je vertelt aan mensen, dan kunnen ze het haast niet geloven. Het is ook heel speciaal, het is heel mooi. Maar hoe geweldig is het dat wij hier onderdeel van zijn. En de publicatie van de eerste versie van de Hyperloop concept leidde tot veel discussie tussen wetenschappers en ingenieurs. Janinsky Stringtechnologie Inc. had een betere versie van de Virsing Hyperloop. Een betere versie, hè? En dat ook het alternatief transport ontwikkeld wordt door Janinsky Stringtechnologie. En dat heeft vorig jaar een certificaat van comfort met veiligheidseisen ontvangen van de internationale organisatie, TUVSW. Daar hebben wij nog niks van gehoord. Dit is het eerste nieuws wat wij hierover horen. Dus er komt waarschijnlijk nog wel meer van. Maar het is toch heel apart dat dit geschreven wordt door een heel gerenommeerd blad. En kort daarna kondigde zij ook de start aan hiervan, maar meer weten wij echter ook nog niet van. Als we het gaan samenvatten, ondersteunen wij een bedrijf om iets op te bouwen wat nog bijna niemand kent. Het bovengrondse transport van Unisky is innovatief, snel, veilig, economisch eenvoudig te integreren en milieuvriendelijk. En als je dan rechts kijkt, veilig, daar zie je een persoon in rood en een persoon in groen. En bij die persoon in rood zie je een hele dunne rode lijn staan. Elke wagon heeft een stralingsruimte naar buiten toe. Als er iemand in het gedeelte loopt dat ze een botsing zouden kunnen krijgen, dan stopt een wagon. Die wordt gedetecteerd en de wagon stopt.
Als deze persoon naar de wagon toe loopt, gaat de wagon achteruit. Loopt de persoon weg, gaat de wagon weer vooruit. Ik heb het gezien in een filmpje. Het is echt hartstikke mooi om te zien. Heel erg interessant. Er zijn 15 fases berekend voordat alles klaar is. We zitten nu in fase 14.2. En dat is de voorlaatste fase. Ik weet dat er inmiddels ook al onderdelen van fase 15 wel gerealiseerd zijn. Maar er is iets in fase 14.2 nog niet gerealiseerd. Dus zodoende kan men nog niet overstappen naar 15. Maar er zijn al een aantal onderdelen van fase 15 die al wel gerealiseerd zijn. Dus die zal waarschijnlijk korter gaan duren dan fase 14. Maar het is voor nu nog fijn. We zitten in fase 14.2. Ik zou tegen iedereen zeggen die een klein beetje geïnvesteerd heeft, dit gaat groot worden. En als je kunt, zorg dat je het bedrijf nog ondersteunt met een mooie betaling. Want ze hebben het nodig om te bouwen. Je ziet hoe geweldig iets dat ze aan het bouwen zijn. Dat ze zelfs de Vierzing Hyperloop voorbij zijn. En dat het allemaal doorgaat. En dat ze goedkeuringscertificaten hebben. Dat is echt heel erg speciaal. Daar staan we misschien niet zo goed bij stil. Maar er is achter de schermen heel, heel veel werk verricht. Ga dat nooit vergeten. Willen we kijken naar wat onderdelen om iets meer te weten, dan zie je hier een aantal links van verschillende sites waar je naar kunt kijken. Dan kun je heel veel dingen zien. Er is echt veel meer als wat ik hier kan vertellen. Ik probeer het allemaal heel kort, heel snel iets ervan te vertellen. Maar er is zoveel meer waar je naar kunt gaan kijken. En ik zou iedereen aanraden, ga er naar kijken, want dit is te mooi om te laten liggen. Heb je vragen, dan mag je mij bellen of je mag Earl bellen. Want wij zijn ten alle tijde bereid om jullie vragen te beantwoorden. Hier zie je onze telefoonnummer staan. Dan kunnen we misschien iets van de vragen die je hebt ook nog beantwoorden. En weten wij ze niet, dan kunnen wij ze altijd stellen aan het bestuur. En dan kunnen we ze weer uitleg geven. We hebben wel iets nieuws nog wat we kunnen vertellen. Maar dan gaan we de allereerste keer op een locatie doen. We gaan richting Den Haag. De eerstvolgende locatie waar we gaan presenteren. En dan gaan we eerst dat nieuws allemaal vertellen, voordat we het hier op de webinars vertellen. Omdat wij de mensen die op persoonlijk ergens komen om ons te spreken, waar wij contacten mee kunnen krijgen, dat we die als eerste van de laatste nieuwtjes op de hoogte brengen. En de mensen die de laatste keer op de bijeenkomst zijn geweest in Rotterdam, die weten waar het over gaat. En ik denk dat die heel graag nog een keer terugkomen. Want ik zou zeggen, kom, want we hebben weer iets nieuws. Maar dat horen jullie dan wel. Ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren, dat u hier bent komen luisteren, weer de moeite genomen hebt om hier te komen luisteren. En dan zou ik zeggen, kom volgende week luisteren, dan is Earl er om het verhaal weer te doen. En als er nieuws is, zal hij dat ook vertellen. Alleen heel belangrijk nieuws houden we toch nog stiekem even voor jullie achter. Ik zou zeggen, dankjewel voor de aandacht en tot volgende week. Dag.